Danny van den Dorpel, u bent de kleinzoon van Amelie van Esbeen. Dat is de 93-jarige vrouw die in hongerstaking is, omdat ze niet mag sterven. U vindt dat ze wel recht heeft op euthanasie, hè? Ik vind wel dat ze recht heeft, inderdaad. Als ik haar zo zie lijden, zoals ze er nu bij ligt, dan is het gewoon mensonwaardig sterven. Ik vind dat ze volledig recht heeft om te beslissen wat ze wil doen met het einde van haar leven. En vindt heel de familie dat? De hele familie vindt dat, ja. Wij staan allemaal achter haar standpunt. Zij heeft er zelf voor gekozen om haar leven te beëindigen en de hele familie is er mee eens. Ja, maar hoe reageerde uw familie toen ze het jullie vertelden? Wel, de logische reactie is dat je een beetje gechoqueerd bent, want niemand wil afscheid nemen van zijn oma of van zijn moeder. Dat is een heel moeilijke kwestie, maar ja, uiteindelijk lig je erbij neer. Als dat haar wil is, dan probeer je dat toch haar wil te laten gebeuren. Hoe lang vraagt ze het eigenlijk al? Ze heeft het bekendgemaakt eigenlijk een 6-tal maanden geleden. Maar ze is er in haar hoofd al reeds een jaar mee bezig. Mm-hmm. Dus in haar hoofd is ze al een jaar aan het denken van ik wil er een eind aan maken, ik wil dat het stopt. En, ik kan toch niks meer doen, ik wil echt dat het stopt. Hoe heeft ze jullie kunnen overtuigen? Ze heeft ons niet echt moeten overtuigen, dat is gewoon... het was heel duidelijk, mijn oma is altijd een vrouw geweest die zeer goed wist wat ze wilde en nog steeds weet wat ze wilt. En haar beslissing was zeer duidelijk. Ja, inderdaad. Laten we misschien nog even kijken hoe ze het zelf zei vanavond in Ter Zake. Ja, het is mijn keuze. Ja. Ik wil sterven. En dat is al ik wil. En alles is met mijn kleinkinderen al goed gemaakt. Alles is goed overeengekomen. Ik wil gaan. Maar jullie vinden geen dokter die haar wil helpen in het rusthuis? Momenteel niet. Er is, ja, sinds ze in hongerstaking is gegaan, de arts in kwestie van het rustoord zelf, die is met vakantie. En sindsdien hebben wij geen dokter meer gezien in het rustoord. Dus er is eigenlijk niemand die zich bereid heeft gevonden tot hiertoe om die euthanasie dan uit te voeren. Mm-hmm. Ze heeft ook geprobeerd om zelfmoord te plegen. Dat heeft ze inderdaad geprobeerd, spijtig genoeg wel eigenlijk, want het is toch een schrijnend verschijnsel dat iemand van 93 een zelfmoordpoging moet ondernemen, omdat ze eigenlijk een einde wil maken aan haar leven. Ja. Wat willen jullie eigenlijk als familie nu? Wij willen dat mijn grootmoeder zo rap mogelijk in vrede kan gaan. Mm-hmm. Dat is... Ja. Zijn jullie zelf naar de pers gestapt met het verhaal om er aandacht voor te krijgen? Ik ben er inderdaad zelf mee naar de pers gestapt, een beetje uit radeloosheid, want wij wisten gewoon niet wat we moesten ondernemen. De wetgeving is ook niet echt 100% duidelijk rond dat geval. Dus ja, uit radeloosheid. Mijn grootmoeder wou ook die aandacht hebben, omdat ze zelf ook zoiets had van ja, de wet is niet juist, want waarom geven ze mij geen euthanasie? Ik wil het toch, het is toch mijn wil. Ze staat er zelf ook achter, ja, want ze geeft ook interviews. Nou ja, ze zegt het constant. Ja. Wim Distelmans, wat zou u doen als u de dokter was van deze vrouw? Ik vind dit een verschrikkelijk verhaal en ik moet zeggen, moest ik de dokter zijn van die mevrouw, dan denk ik wel dat ik zou ingaan op haar verzoek, ja. Ik zit hier dus als dokter nu. Het probleem is alleen dat de wet is. En de wet zegt op dit moment dat je moet lijden aan een ongeneeslijke aandoening veroorzaakt door ziekte of ongeval. Dus in dit geval zou het ziekte zijn. En zij heeft geen ernstige ongeneeslijke ziekte, begrijp ik. Maar ik kan me perfect voorstellen op die leeftijd, we worden altijd maar ouder, gelukkig maar we worden ouder in de aanwezigheid van allerlei kwaaltjes op zich, die misschien... afzonderlijk genomen niet zo ernstig zijn, maar als je daar de som van maakt, dan krijg je wel een hele problematiek die kan maken, denk ik, dat je zegt, voor mij is het genoeg geweest. Ja, ja. Dus u zou haar een spuitje geven, wel, om het zo te zeggen? Ik ken ze natuurlijk niet, hè. Ik zou het dossier moeten kennen om daarover te oordelen, maar ik vind dit zo'n verschrikkelijk verhaal, daar moet een debat rondkomen. Dit is niet alleenstaand, dit verhaal. Ja, het probleem zou zijn dat haar lijden in de eerste plaats psychisch is. Hè? Wel, maar het lijden mag psychisch zijn, maar het lijden dat psychisch is, moet volgens de wet veroorzaakt zijn door een ongeneeslijk ernstig aandoening. Ja. Dat is het probleem, denk ik, in dit geval. Maar als ik hoor dat die mevrouw bedlegerig is, dat die mevrouw minder goed ziet en dus haar handwerk niet meer kan doen, minder hoort, en dat die heel haar leven erg zelfredzaam was en niet wou afhankelijk zijn van om met even wie, en nu in een afhankelijke positie is gekomen, dan kan je er perfect in komen wat die mevrouw vraagt. Ja, ja, ik steun absoluut wat Wim zegt in deze situatie. Nu, misschien toch iets genuanceerder wat de wet betreft. Laat die volgens mij, maar ook natuurlijk, ik ken het dossier niet in alle details, maar laat die wet toch wel toe op het moment dat er vooral ernstig lijden is. Ik denk dat je dat eerst moet zien, het onverdraaglijk en onomkeerbaar lijden. Dus het kan, binnen de huidige wet kan het. En aan de andere kant heb je bij iemand van 93 jaar, die hebben gemiddeld genomen 6 of 7 pathologieën, dus ziektebeelden. Als je die combinatie maakt, dan kan het volgens mij wel. En ik moet zeggen dat ik in mijn eigen praktijk samen met mijn broer zo'n situatie heb gehad. Heel vergelijkbaar. Een man, dat was een beetje jonger, ook slecht zien, erg vermagerd, bedlegerig. Elke beweging die begint pijn te doen. Als je dag in dag uit in het bed ligt en je bent niet echt mobiel meer, dan heb je ook pijn. En toen heeft u het ook toegestaan? En mijns inziens, ik moet niet in detail treden, maar in die situatie kon euthanasie inderdaad. Maar hebt u het ook gedaan? En dat heb je ook toegepast, ja. Ja, dus volgens u hoeft de wet niet verruimd te worden, kan het met de huidige wet, terwijl ik u hoor twijfelen. Wel, het is te zeggen, je moet een kat noemen. Hè. Ik bedoel, er zijn heel wat ziekenhuizen en ruststoorten die heel strikt zijn met het toepassen van de wet. Die gaan in dit geval zeker zeggen, het is geen ernstige ongeneeslijke aandoening. Het is voor dat soort situaties te vermijden. Ik zou zeggen, we moeten die wet toch een beetje verruimen in die richting. Luc van der Keelen. Ja, ik denk wel dat er een debat zal nodig zijn over de euthanasiewet en hoe die toegepast wordt en eventueel moet aangepast worden. Het is ook heel moeilijk om over dit specifieke geval om daar iets over te zeggen als je dat niet kent. Anderzijds ben ik een beetje huiverig om dat te snel en onmiddellijk om die wet te gaan verruimen. Je moet ook ergens grenzen leggen natuurlijk, hè, want zo'n mevrouw, ze is levensmoe, is het einde van hun leven en moet je respect voor hebben. Iemand mag beslissen over zijn eigen leven. Hè. Maar je kan natuurlijk tot de situatie komen dat iemand die 73 is ook levensmoe is. En iemand die 53 is, kan ook levensmoe zijn op een bepaald moment en zeggen van ik wil ook hulp bij zelfdoding. Want eigenlijk gaat het over hulp bij zelfdoding in dit geval, niet over euthanasie. Dat weet ik niet. Ik bedoel, als die arts zelf de middelen toedient, dan is het euthanasie, hè? Zo simpel is het. Hè? En ik begrijp wat u bedoelt. Maar wat zij vraagt is, help mij. Ja, maar dat vraagt iedereen die euthanasie vraagt. Hè? Die andere mensen vragen dat ook. Maar iemand van 53 is waarschijnlijk niet bedlegerig. Hè, Luc? Ik bedoel, maar dat kan, hè. Er zijn ook gevallen. Ah, ja, maar dan heeft hij volgens mij ook recht om het te vragen. Hè? En het is... het is dus niet omdat je niet meer je handwerkje kunt doen of zoiets, dat er zijn andere... Mag ik nog iets toevoegen? Ik begrijp een beetje banaal. Ja, ik begrijp wel dat het sterk afhangt van de dokter waar je bij terechtkomt. En er zijn inderdaad nog altijd dokters die vinden dat euthanasie in dit soort gevallen niet kan. Ik denk, als wij psychologisch gaan bekijken, dat we hier moeten doen. Kijk, hebben we lichamelijk nakijken? Is er niets? Omgeving, aanpassing... Kan de mens dat verlies verwerken en hebben geen duidelijke depressie. En ik denk als wij die 4 psychologische grote entiteiten al moesten doen en nog maar een beetje aandacht aan gegeven hebben, dan denk ik dat we het probleem hier al heel erg anders zouden benaderen kunnen, hoor. Meneer Van den Dorpel, wat vindt u van die reactie? Wat vind ik van die reactie? Ja. Ik ben een leek op het gebied van euthanasie. Ik ben niet op de hoogte van al dat soort dingen. Ik ben er ook nooit met mijn leven in verdiept geweest. Ja, maar het kan misschien een depressie zijn, zegt deze dokter. Het is helemaal geen depressie. Mijn grootmoeder heeft nog nooit een depressie gehad in haar leven. Ze kan gewoon niks meer doen. Ze moet er gewoon liggen en wachten op de dood. En hij lijkt ook te suggereren, het is dan maar aan haar naaste om haar daar... doorheen te krijgen. Het is allemaal gemakkelijk gezegd natuurlijk, maar je kunt iemand een pilletje geven, dan voelt hij zich wat beter, maar is dat een levenskwaliteit? Dat is geen verbetering van een levenskwaliteit, dat is een verlenging van het leven. Ja, hebben jullie al een andere dokter gezocht? We zijn ermee bezig voor een andere dokter te zoeken. We willen nu eerst nog praten met de dokter van het ruststoort zelf, om te zien wat zijn reactie is om de euthanasie te kunnen doorvoeren. Als ik het goed begrepen heb, zou het dan toch op een legale manier kunnen gebeuren. Dus wij zullen dat proberen te bespreken met de dokter van het rustoord. Natuurlijk moet toch wel eerst een beetje rust optreden. Ik kan niet in het midden van een mediastorm dan die euthanasie gaan toepassen. Maar ik denk inderdaad dat een goed gesprek binnen een paar weken met die arts wel echt op zijn plaats is. Een paar weken? Die vrouw heeft nog maar een paar weken in hongerstaking. Een paar weken, bij wijze van spreken. Maar je kan nu niet van een arts verwachten dat na die grote mediadruk, dat je op een heel verstandige manier, een rustige manier met die dame kan praten. Dus ik denk dat je daar toch even de storm moet laten luwen en dan een echt goed gesprek hebben. Maar wat ik wou zeggen, is dat levensmoeheid dat heel veel oorzaken kan hebben. En wat terecht hier gezegd is ook, soms is dat op jongere leeftijd, vaak is dat door eenzaamheid, maar in dit geval duidelijk niet. Maar in al die situaties moet je oppassen dat je bijvoorbeeld het begrip levensmoeheid niet in die wet gaat zetten, want ik denk niet dat dat een goed zaak zou zijn. Maar bij haar is die levensmoeheid eerder het gevolg van bedlegerigheid, pijn, immobilisme, afhankelijkheid en al die situaties samen. Dus dat levensmoeheid als dusdanig is denk ik geen Distelmans, levensmoeheid, hoe meet je dat en wie moet dat dan beoordelen? Dat is moeilijk. Goeie vraag, en dat is het probleem. Als u weet, als een euthanasie wordt toegepast, dan moet de arts een registratiedocument invullen en dat opsturen naar een centrale commissie euthanasie die er dan over oordeelt of dat het volgens de wet is gebeurd. En een van de rubrieken staat aard van de aandoening. En als je daar zou invullen levensmoe, hè, dan passeert dat niet. Ja, wat zet u daar? Dus dan moet je als arts, sorry dat ik het zeg, ik spreek niet als arts, hè, ik spreek niet als voorzitter van een of andere commissie. Maar dan moet je als arts een beetje creatief zijn daarin. En dan moet je schrijven bedlegerig, volledig afhankelijk van derden. Maar ik ben een beetje bang als artsen een beetje te creatief worden. Ja, maar, dan weet je wel waar je begint, maar niet waar je eindigt. Artsen zijn meestal heel weinig creatief in zo'n geval. Ik heb daar geen standpunt in, ik weet dat niet genoeg van. Maar ik denk dat een heleboel mensen met de vraag zitten, waarom binnen een jaar tijd Hugo Claus wel en gaat dit niet? Wat is het verschil? Vraag ik u aan. Dat is duidelijk. Hugo Claus die leed aan een ongeneeslijke ernstige aandoening, zijnde Alzheimer. Hij leed ondraaglijk, heb ik begrepen, door het besef dat hij binnen een aantal weken niet meer zou kunnen schrijven of dichten. En hij heeft dus bij zijn redelijk volle verstand nu gezegd, ik wens nu euthanasie, want ik weet dat ik het via een wilsverklaring later niet meer kan vragen. En ook op dat vlak vind ik dat de wet tekortschiet. Die wet zou moeten uitgebreid worden dat mensen ook nu kunnen vragen dat ze later euthanasie krijgen, wanneer ze bijvoorbeeld dementerend zijn of wanneer ze een hersentumor hebben waardoor ze onherroepelijk verwacht worden en zo meer. Maar voor alle duidelijkheid, het ging niet makkelijker bij Claus omdat hij bekend was. Meneer Distelmans, toch nog heel concreet voor deze vrouw. Ik hoor Patrik Vankrunkelsven zeggen, eerst een rustig gesprek en zo. Kan deze vrouw nog, die is in hongerstaking. Wat moet daarmee gebeuren? Ik vind dat daar iets moet gebeuren, ja. Ik vind het mensonterend dat mensen zich laten uithongeren om finaal te krijgen wat ze willen. Dat kan je geen paar weken meer laten duren. Nee, als iemand niet meer eet op die leeftijd, is dat gemiddeld ongeveer 2-3 weken dat zoiets duurt. Hè? Dus, maar over wat zijn we nu bezig? Dat is toch... Herinner u die dame Eliana Englaro in Italië, die 17 jaar in de coma lag en waar dan de rechter beslist en nu mocht het voedsel en vocht stoppen. Dat is toch ook in mijn ogen mensonterend. Als je beslist van voedsel en vocht te stoppen bij iemand die niet meer zelf kan eten, dan weet je wat er gebeurt, die gaat overlijden. Doet dat dan op een andere manier, op een milde wijze. Ja, maar wat ik wilde zeggen, je moet toch oppassen van nu onder heel het media gebeuren, daar iets te gaan doen, dan werkt dat ook naar de toekomst, denk ik, als een soort voorbeeld. Ja, wat ik wil zeggen is dat, bij elke euthanasie trouwens, je uiteindelijk tussen de patiënt en de arts, vooral tussen die twee, maar ook de andere zorgverleners, hebben een gesprek, een inbreng natuurlijk, maar dat je als arts en als patiënt samen tot de overtuiging komt dat euthanasie hier de enige manier is om uit het lijden, de enige goede manier is om uit het lijden te komen. En als die arts dat om allerlei redenen niet kan, dan is het zijn taak om iemand anders aan te wijzen. En daar moet je dan natuurlijk niet te lang mee wachten, maar ik weet niet wat er juist aan vooraf gegaan is. Maar je moet dat op een rustige manier doen en niet onder druk. Dat is ik wil er nog even iets op zeggen. Er wordt altijd gezegd dat mensen die voor het principe van euthanasie zijn, zoals bijvoorbeeld wij, dat die minder aandacht hebben voor zorg en voor palliatieve zorg en dat Dat stoort mij altijd, die tegenstelling. Hè? Dus als je dan mensen hoort van aan de hoek, dan zeggen ja, maar wij zijn voor zorg en jullie zijn voor het spuitje. Uiteraard is die palliatieve zorg van belang. En uiteraard is die zorg in het algemeen heel fundamenteel. Maar het is zo dat ook aan die zorg komt een einde. Hè? Je kunt iemand perfect bepamperen en doorknuffelen als het ware. Maar mensen die zeggen, ik zit met een existentieel probleem, ik wil eruit stappen. U verzorgt mij perfect, ik word uitstekend bepamperd, maar ik zie het niet meer zitten, ik heb geen perspectief meer. Dat is wat die mevrouw heeft. Die had geen perspectief meer, in mijn ogen, als ik het verhaal hoor. Ja.